Handel is de levensader van de wereldeconomie, creëert kansen en verbetert de levenskwaliteit van miljoenen mensen over de hele wereld. DP World bestaat om de handelstroom beter te maken en te veranderen wat mogelijk is voor de klanten en gemeenschappen die we wereldwijd bedienen. Met meer dan 106.500 werknemers in 73 landen stimuleren we de handel verder en sneller naar een naadloze toeleveringsketen die klaar is voor de toekomst. DP World creëert logistieke oplossingen, waardoor wij betere manieren van handel ontwikkelen, welke de verstoring in de toeleveringsketen vanaf de leverancier tot aan de deur van de klant tot een minimum beperken. In Suriname is DP World vanaf augustus 2011 actief onder de merknaam DP World Paramaribo. Op twee locaties, namelijk de Paramaribo op de Jules Setny haven en La Vigilancia Para, meer bekend als Port of La Vigilancia. Port of La Vigilancia is een dochteronderneming en eigendom van DP World Paramaribo. Bij deze faciliteit bieden wij shore-based diensten voor offshore olie- en gasoperaties, lossen en laden van heavy en oversized cargo, lossen en laden van IMDG, hout, klinkers en gravel-lading, coördinatie van project- en breakbulk-operaties, verhuur van apparatuur en kantoorruimtes voor projecten, opslagfaciliteiten zoals open- en warehouse storage. Als onderdeel van het veiligheidsbeleid van DP World Paramaribo zullen wij met deze safety-inductievideo informeren over de veiligheidsregels die van toepassing zijn bij Port of La Vigilancia, de La Vigilancia. Wat is een inductie? Een inductie is een begeleidingsproces dat bekendheid met de algemene veiligheidsregels die gelden voor een gebied. Waarom een inductie voor La Vigilancia? Om erop toe te zien dat u bekend raakt met de veiligheidsregels van onze faciliteit, de zero incidentenbeleid, de specifieke locaties zoals de warehouse en de kade en de rijrichting binnen de faciliteit. Zonder inductie krijgt u geen toegang tot onze faciliteit. Voor wie is deze inductie bestemd? Deze is bestemd voor alle truckchauffeurs die ons gebied met een truck betreden. Hoe vaak moet ik de inductie volgen? Ieder jaar. De inductie is 1 jaar geldig. Alvorens u onze faciliteit betreedt, is het belangrijk te weten dat de volgende algemene regels van toepassing zijn. Elke bezoeker dient zich aan te melden bij de security. Standaard persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een veiligheidshelm, vest en schoenen zijn verplicht. Aanhouden van een snelheid van 20 km per uur en waar nodig aanpassen. Seatbelt is verplicht, belichting zoals gevaars en zwaailicht moeten aan. Alcohol, drugs, roken en vuur zijn verboden. Gebruik van mobiele telefoons en camera's is verboden. Duo-riders zijn niet toegestaan. Lopen op de kade en in de Dangerous Goods Tag is verboden. Is de drop-off of afhaallocatie niet bekend, kunt u dit vragen aan de dienst security. De rijrichting ziet er als volgt uit. U rijdt vanaf de ingang rechtdoor naar de kade waar de drop-off plaatsvindt. Let wel, achteruit parkeren is verplicht zodat de drop-off zo efficiënt mogelijk kan plaatsvinden. Nadat de drop-off heeft plaatsgevonden, slaat u rechtsaf en volgt u het rijpad terug naar de security. Na het uitreden van het terrein dient u rechtdoor te gaan. In geval van noodsituaties op de terminal dient iedere truckchauffeur zich te begeven naar de dichtstbijzijnde uitgang en zich te verzamelen bij de muster point. De verkeersregels die gelden op de terminal zien er als volgt uit. Regels van de openbare weg zijn ook van toepassing op de haven. Havenequipment heeft voorrang. Let op de verkeers- en waarschuwingsborden. Hanteer de voorrangsvolgorde. Wat zijn de consequenties als de regels niet worden nageleefd? Mondelinge waarschuwing, schriftelijke waarschuwing, aanhouding door de politie, geen toegang. Ter afronding willen we u nog attenderen op de volgende zaken. Parkeren in de Dangerous Goods Tag is verboden. Lopen op de kade, de Dangerous Goods Tag of onder hangende lasten is verboden. Uitstappen uit uw cabine is verboden. U mag uw cabine pas verlaten op aanwijzing van de voorman. De inkladers of klanten moeten op afstand van de containerlading staan indien deze wordt gelost. Inkladers of klanten dienen bij de pinning station of achter de betonnen barriers te wachten en mogen alleen uit deze ruimte op aanwijzing van de voorman. Indien de inklader toch de lading wilt controleren, kan hij dit doen bij de ingang van de barriers en daar wachten. Wij danken u voor uw aandacht en rekenen op uw medewerking en de naleving van de veiligheidsregels binnen onze faciliteit.